Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Ronald Touroumang beëdigd tot groot opperhoofd van de trio-gemeenschap in Suriname. Minister Achijbersing over inspanningen tegen money laundering. JUSPOL en Faculteit voor Juridische Wetenschappen werken samen aan opzet studie criminologie. President ontvangt Nationaal Comité Herdenking Slavernij en onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden. Slechte delen wegstrekking Matta rijrichting Tibiti worden aangepakt en de Fancy Games Nationaal Leger daagt militairen uit in vorm te blijven. President Chandrika Persat Santokhi beëdigt Ronald Touroumang tot groot opperhoofd van de trio-gemeenschap. De gewezen Kramang Ashongo Alalaparu, die intussen is overleden, heeft toen de overdracht gedaan aan zijn kleinzoon Ronald Touroumang. Op 11 maart 2022 heeft president Santokhi hem van overheidswegen beëdigd. U gaat eed afleggen, zegt u mij na. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Zo, voor feliciteer het trio gemeenschap Nanga de Nyong Gramang. Ik is van Nyong Gramang en me hoop dat die alle den trio sagi respect jong jong broeder, maar gado verkies een lekker Gramang. En Miki ook die ondersteuning. Ja, Miki ook die ondersteuning dat die ontwikkeling voor het gebied van UNO kan komen op gang. Het is een eer voor de regering om vandaag een nieuwe Gramang voor de stam der trio's te installeren. Maar zijn seremau, irasa menai kriane, talenoto ikalamang dito kriane seremau. Daarbij bent u waarschijnlijk de jongste Gramang die in de recente geschiedenis door een regering wordt beëdigd. Maar zeg maar, mannen en meneer, klimokoumé, Suriname en akkerlogomane, Mapai seremau. En dat is een opmerkelijke feit, omdat men bij een Gramang meestal denkt aan een oudere persoon. Maar zeg maar, meneer Gramang, katonai, tamutupemang. Gramang Touroumang. Mitakwa losani in Nederlands. En mi breti dat dat tolk vertaling giunu, zodat alles maar kan verstaan. Mitaigi net keba, kan de yuna moro jongu Gramang sabe edig. Maar dat wantakki, dat im ap ondersteuning. Voor de mensen op ervaring, voor de mensen op wijsheid. En tide, uw kerkman, dominee, begig u. En laat ons dat doen, laat ook ons dat doen, doe in een neem voor Masra Gado. En samen, we zorgen dat ontwikkeling moest komen. En u kan rekenen, tappen ondersteuning voor president. Voor vice-president, voor minister voor regionale ontwikkeling en sport en voor haar regering ook toe voor de commissarissen, Sajaso, die de voor ondersteuning en haar rokom.
Met hij kunnen alles maar grantangi. Veel succes. En mek gado leyu takwan boom pasi lekwan grama. God bless you all. Thank you. Minister Armand Achai-Bersing is in de Nationale Assemblée ingegaan op de inspanningen die worden gepleegd om de randvoorwaarden die nodig zijn om de aanpak van money laundering te verbeteren. De minister zegt dat het in de bedoeling ligt een opsporingsdienst in te stellen om het witwassen en corruptie intensief tegen te gaan. Ook zullen er in dit kader hervormingen bij de Belastingdienst worden ingevoerd. Dat ik het geheel eens ben met uw geachte Rit Gayadin, dat de Belastingdienst een preventieve rol heeft en een rol heeft in het detecteren van witwaspraktijken, et cetera. En die rol wordt ook genomen, voorzitter, vooral ook omdat de Belastingdienst wordt versterkt, maar ook gekeken wordt naar de wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de Belastingdienst. Onder andere de opsporingsbevoegdheid. Een deel van de belastingen, met name de douane, heeft opsporingsbevoegdheid. Maar die kunnen alleen maar detecteren en vervolgens overdragen aan de justitiële autoriteiten. Wat ook gebeurt, gelet op de vele zaken die recentelijk nog zijn aangetroffen, voorzitter. Er wordt gewerkt aan het hervormingsproces van de Belastingdienst, onder andere vervanging van de wetgeving, het op transparante wijze beschrijven van de processen, taxpayer service, invoering van een modern automatiseringssysteem waarbij de Belastingdienst ook hiermee ondersteund zal worden of wordt bij het detecteren van onoorbare praktijken, voorzitter. En er is al een concept wet bijzondere diensten af, welke de Belastingdienst wat meer opsporingsbevoegdheden zal toekennen, na goedkeuring door uw college uiteraard. Projecten voor het witwassen en tegengaan van corruptie, voorzitter, worden daarmee bij het instellen, wordt een opsporingsdienst ook ingesteld en dat wordt nu al uitgevoerd. We hebben recentelijk een presentatie gegeven aan uw college, althans aan de commissie, en we zijn bereid om de voortgang van tijd tot tijd van de hervorming van de Belastingdienst met u te delen. Het ministerie van Justitie en Politie zal samen met de faculteit voor juridische wetenschappen werken aan de opzet van de studie Criminologie in Suriname. Dit is op woensdag 9 maart besproken tijdens een ontmoeting die minister Kenneth Amoksi had met de richtingscoördinator van de faculteit voor juridische wetenschappen, meester Wanda Bechan Perai, en de secretaris van de faculteit, mevrouw Muriel Poupon. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 11 maart 2022 het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden ontvangen. Het Nationaal Comité heeft als doel zorg te dragen voor de organisatie van nationale herdenkingsactiviteiten in de periode 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023. Op de eerste plaats kennismaking. En om de president te informeren wat we allemaal van plan zijn. En natuurlijk erkenning van de commissie. En de president was zeer ingenomen met het bezoek. En dat de zaken die we hebben voorgelegd en gevraagd, dat de president zijn volledige medewerking zal geven. Naast de erkenning van het comité hebben we dus ook gesproken over het beschikbaar stellen van grond voor het plaatsen van een nationaal monument. We hebben dus ook nog gevraagd dat we een budget kunnen indienen
om het Nationaal Herdenkingsprogramma te financieren. We hebben ook nog de president gevraagd om op 1 juli aanstaande een nationale toespraak te houden. En we gaan dus ook de herdenkingsplechtigheid houden, nog bij Kwaku. En daarnaast hebben we aangegeven dat we ook bezig zijn met de voorbereiding van een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden van de inheemse en de Afro-Surinamers. Om het, als je het toch wil verdelen, maar we hebben 1 slavernijverleden eigenlijk. En we hebben dus ook gevraagd dat er een klankbordgroep komt, omdat we weten dat er in feite heel veel stemmigheid is met betrekking tot het slavernijverleden in Suriname. Maar het is goed om al die stemmen bij elkaar te brengen. En de president heeft benadrukt dat dat heel goed zal zijn om te doen. En dat we dus daaraan zullen werken om die meerstemmigheid te verbreden door meer organisaties te betrekken bij de discussies, maar ook bij de activiteiten die zullen plaatsvinden. En de situatie met Nederland is ook heel erg actueel. En in dat opzicht hebben we dus gevraagd dat gekeken wordt naar hoe de samenwerking beter kan. Het vraagstuk, en dat heeft hij zelf ook benadrukt, speelt op verschillend niveau in de wereld. Op regionaal niveau, op subregionaal niveau, maar ook op landenniveau. En dat dat goed in kaart wordt gebracht. En hij zegt dat het goed zou zijn om te kijken als we een nationaal position paper kunnen ontwikkelen. Dat hij dus kan gebruiken in het aangeven van de standpunten van Suriname met betrekking tot het slavernijverleden. En daar is het ook van belang dat we meer stemmigheid hebben. Dus we zullen alle organisaties die dat willen en die een bijdrage kunnen leveren, vragen om dat ook te doen. Er worden momenteel herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de wegstrekking Mata en Tibiti. Hiermee wordt de weg weer begaanbaar voor de bewoners van het gebied. Marlene Joden, districtscommissaris van Para, heeft over de wegstrekking Sanderij rijrichting West-Suriname een verbod ingesteld voor verkeer boven de 4 ton. Eerder zijn er bijeenkomsten geweest met houttransporteurs en concessionarissen van het gebied. Zij hebben aangegeven bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan de reconditionering van de weg. Er is door het aannemingsbedrijf een begroting gemaakt voor de herstelwerkzaamheden en vervolgens gepresenteerd aan de DC. Volgens een criterium wordt bepaald wat de bijdrage per ondernemer wordt, zodat elk een, afhankelijk van dienstvermogen, bijdraagt aan het herstel van de weg. Het ministerie van Openbare Werken heeft intussen een quickscan gemaakt van de weg. De uitkomst van deze quickscan zal in de Raad van Ministers besproken worden voor een midden- en lange termijn oplossing. In het kader van het optimaliseren van de fysieke gesteldheid van militairen werd de Defensie Games competitie op 10 maart 2022 gehouden. Volgens luitenant-kolonel Werner Kioasen, plaatsvervangend bevelhebber, is het van belang dat militairen operationeel en in goede conditie zijn voor het uitvoeren van opdrachten. Wij moeten fit genoeg zijn om alles wat wij moeten doen aan te kunnen, benadrukte de legerfunctionaris. En heel blij, want het leger, fysieke gesteldheid, is onderdeel van het leger. Jullie zijn het gezicht van het leger. Jullie fitheid representeert de fitheid van het Nationaal Leger. Representeert de fitheid van het ministerie van Defensie. Het geeft aan, ja, het is onderdeel, zoals de plaatsvervangend bevelhebber heeft aangegeven, van de fitheid van de operationele capaciteit van het leger. Hoe fit is het leger? Als iemand ons ziet, jongeren naar ons kijken, dan kijken we direct naar hoe ziet een militair eruit? Hoe fit is hij? Ja? En dit is een unieke gelegenheid. Ik ben heel blij dat we na enige tijd dit weer starten als leger. En dat het ook een unieke kans is voor jullie na zoveel maanden COVID om jullie zelf te bewijzen. Niet alleen jullie te bewijzen, maar dat jullie een inspiratie zijn voor alle andere militairen in het leger.
Maar dit is niet simpel wat ik me heb laten vertellen. Het is tof en het is een unieke kans dat jullie dit doen. Maar ook een signaal geven aan de rest, al die andere krijgsmachts delen, van dit is belangrijk. Het creëert natuurlijk kameraadschap. Vandaag zal heel belangrijk zijn. Een van de basisdingen als jullie in de elementaire opleiding komen. Kameraadschap, maar sportiviteit, maar ook leiderschap gaat gedemonstreerd worden vandaag. Leiderschap. En het is ook een competitie tussen verschillende dienstonderdelen van het leger. Dus ja, en dat is ook een uitdaging. Dat jullie eigen dienstonderdeel representeren. En dat jullie winnen. En dat jullie de beste resultaten neerzetten. De Fancy Games zijn een jaarlijks terugkerende intern toernooi voor eenheden onderling. We zijn het na jaren weer gestart vanwege de problemen die we hadden de afgelopen jaren. Financiële middelen die er niet waren. En we hadden recent ook nog te maken met COVID. Maar desondanks, we gaan niet staan wachten totdat er goede tijden aanbreken. We gaan gewoon door moeten gaan. En dat is ook wat besloten is. We zijn toen begonnen met het plannen van deze Defensie Games. Trouwens, er is een jaarplan waarmee we werken. En dit is een van de onderdelen die uitgevoerd wordt tijdens het jaarplan. De Defensie Games, wat mogen we verwachten hier? Er zijn militaire takken van sport. Zoals bijvoorbeeld wat we hier hebben, is oriëntering. Oriëntatieloop, wat we in het Nederlands noemen. Dat houdt in, is net een rally. Maar in equipverband gaat men dan van punt naar punt enkele objecten moeten aandoen en moeten noteren wat ze hebben aangetroffen op deze locaties. Hierna gaan ze naar de kazerne, looppassend. En dat is ook een uitdaging, omdat het niet vlak hier om de hoek is. En men gaat moeten werken met de snelste tijden. In de kazerne aangekomen gaat men dan doen het onderdeel DAF duo. Vervolgens krijgen we dan de Detron. De Detron is een heel intensieve loop van een kilometer. Waar men met equipment en al gaat moeten hobbelen. En daar gaan we ook werken met de snelste tijden. En het laatste onderdeel is dat wij de waterhindernisbaan gaan laten uitvoeren. En dat is eigenlijk nieuw binnen de Defensie Games. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.